Ja, ik heb het ook uitgezocht. Ik heb op internet gegoogeld op Witte Mol en toen kwam ik eigenlijk op de albino mol uit, zoals ze hem noemen. En ik las dat hij zo, ja, één keer per jaar ergens in het land, dat er wel zo'n mol zou zijn. Of dat hij is gevonden. Dus het is wel heel, heel zeldzaam. En dit is de vinder. Vlek, de kater van de familie Boekenstein uit Olier. Hij vangt regelmatig mollen, maar nu had hij wel een heel bijzonder exemplaar te pakken. Hij zit altijd eigenlijk te kijken of hij mollen ziet. En hij neemt hem dan mee in zijn bek en dan slingert hij hem rond. En die mol die redt dat niet en die gaat dood. En dan legt hij hem eigenlijk netjes voor ons of voor de deur of hier op de straat. Sandra bewaart de dode mol bij haar schoonvader in de vriezer. Ze denkt dat Naturalis in Leiden er wel blij mee is. Daar zullen ze waarschijnlijk zullen ze dat wel leuk vinden en daar wat aan hebben. Ja, dus hij krijgt een heel lang leven eigenlijk.